Hoe werkt de bediening van de Opel Grandland? Hoe ziet het interieur eruit? En welke mogelijkheden zijn er? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik werk bij de Liewes Rode Opel Dealer. Nou, leuk dat je kijkt naar deze video waarbij ik uitleg geef aan het interieur van de Opel Grandland X. Nou, ben je nieuw hier, kijk je voor het eerst. Dit kanaal komt wekelijks een leuke video met uitleg van een Opel systeem of presentatie van een Opel model zoals deze. Nou, en wil je wekelijks op de hoogte worden gehouden als er een nieuwe video uitkomt, abonneer je dan op dit kanaal en je mist niks. Nou, dan beginnen we de uitleg aan de linkerkant. Daar zien we bovenaan nog een ronde knop met pijltjes. Dat is allemaal de instelling voor de spiegels. De tweede knop die eronder zit, dus het kleine knopje, daarmee kan ik dus aangeven wil ik de linker spiegel instellen of de rechter buitenspiegel. Dus wanneer ik deze aan de links schuif en ik bedien daarmee de spiegel om zo in te stellen op de juiste stand. Nou, wanneer ik de knop in het midden laat, dat is ook nog een mogelijkheid, en ik druk dan het kleine hendeltje van het knopje naar beneden, dan worden de spiegels elektrisch ingeklapt. Nou, dit is puur echt handig als je bijvoorbeeld een krappe garage in moet en waardoor je het zelf kan regelen. Automatisch zit op Grandland X uiteraard als je de auto uitzet, de spiegels automatisch ook inklappen. En wanneer de auto weer van het contact afhaalt, de auto ook de spiegels weer automatisch uitklapt. Nou, daaronder daar bevinden zich dus de elektrische ramen voor alle vier. Dus aan de bestuurderskant zitten voor alle vier. Bij elke andere deur zit één vooruit uiteraard dat raam. Links uiteraard boven de linkerraam, rechterraam, linksachter en rechtsachter. De knop daaronder kan ik nog aanzetten als we voor de kleine kinderen achter zitten, zodat ze niet mee kunnen spelen. Nou, als ik links achter het stuur kijk, daarmee kan ik dus de verlichting bedienen. De schakelaar die ik hier heb, kan ik dus instellen op automatisch. Dat is eigenlijk de stand die we ook altijd adviseren. Regelt het systeem, regelt dus helemaal zelf. Overdag doet hij de dagrijverlichting aan. En als het donker wordt, doet hij het dimlicht automatisch aan. Of groot licht. In het midden is nog de stadslicht of parkeerlicht, zoals het ook wel heet. En aan de rechterkant gaat gewoon het dimlicht gaat gewoon aan. Welke stand je hem ook hebt staan, als je de auto uitzet, gaat de verlichting automatisch ook uit. De mistlampen voor, die kunt u bedienen met aanzetten met deze knop. En achter kunt u aanzetten met deze knop. Aan de rechterkant, deze auto is voorzien van AVL LED-verlichting. Daardoor stelt u de hoogte automatisch in. De Grandland modellen die dat niet hebben, verschijnt hier nog een tandwieletje zodat je de verlichting kunt instellen. Bijvoorbeeld op 1, 2 of 3. Standaard adviseren we die ook altijd op 0 te zetten. Aan de rechterkant hiermee kunnen we het dashboardverlichting wat fel doen of wat dimmen. En zeker natuurlijk als je 's nachts rijdt en je hebt de hinder van, kun je heel mooi de verlichting wat aanpassen. Nou, dan zijn we aanbeland bij de knoppen aan het stuur. Als we aan de linkerkant gaan kijken, daar zie je eigenlijk hoofdzakelijk de cruise control die je daarmee kunt bedienen. De werking van de cruise control gaat als volgt. De eerste stap die ik moet doen is deze knop die daar rechts op het rondje zit indrukken. Dan verschijnt er, ik hoop goed dat jullie kunnen zien, verschijnt er daar in het display dezelfde symbool wat ook op de knop staat, met erachter haakjes en drie stipjes. Dat betekent dat hij op standby staat. De tweede stap is eigenlijk het tandwieletje waar naar set te drukken. Dus nou zo naar beneden te doen. Nou, we rijden uiteraard nou niet, maar dan stelt hij zich in op de snelheid die je dan rijdt. Nou, heb je bijvoorbeeld ingesteld op 80 km per uur. Ja, je kunt dus zien dat het lampje dan ook groen wordt. Heb je hem ingesteld op 80 km per uur en je wil daarna harder gaan rijden, kun je heel makkelijk de cruise control gewoon aanlaten en dan weer omhoog doen om wat snelheid erbij te doen. En uiteraard terug om weer snelheid te minderen. Nou, wat ook een super mooie functie is van de cruise control van de Grandland X, is de knop MEM, Memory, die erop staat. Wanneer ik die indruk, geeft hij eigenlijk in het scherm aan, dat doet hij uiteraard nou niet om stil te staan, geeft hij in het scherm aan hoe hard je dan mag rijden. En druk je nog een keer op memory, zou de cruise control automatisch daarop activeren. Dus stel voor, je rijdt op een weg waar je 50 mag. Je klikt hierop, hij geeft aan van je mag hier 50, weer het activeren op cruise control. Je klikt er nog een keer op en de cruise control staat ingesteld op 50. Super handig, super makkelijk. Nou, de knop die ernaast zijn is eigenlijk als volgt. Als we kijken, de knop hieronder. Daarmee activeer je nog dus de begrenzer. Dus stel voor je wil niet harder rijden dan 30 km per uur. Kun je deze dus indrukken. Dan zie je op dezelfde plek waar normaal gesproken de cruise control staat in het display. Zie je dan dat het icoontje veranderd wordt naar dit icoontje. En dat betekent dat de begrenzer actief is. Hiermee activeer je ook de begrenzer. Of hiermee houd je de cruise control er ook weer mee af. Deze auto is voorzien van het winterpakket. Daardoor heb je ook nog stuurverwarming. Die kun je hiermee activeren. Wordt het stuur lekker warm.
En ook is deze auto nog voorzien van adaptieve cruise control. Dat betekent dus dat hij automatisch afremt wanneer er een voorligger ervoor rijdt. Die instelling kan ik hier ook mee aanpassen wanneer hij dan ingrijpt. Aan de rechterkant zien we bediening voor het audiosysteem. Hier kan ik heel makkelijk de radio harder en zachter zetten. Hiermee kan ik dus lijsten om de favoriete radiozenders dan uit te zoeken of naar de volgende muziek die ik bijvoorbeeld via mijn USB afspeel. Aan de rechterkant hier kan ik het geluid op mute zetten en aan de linkerkant daarmee kan ik dus heel makkelijk wisselen naar een andere bron, dus radio, USB, Bluetooth of iPod. Naar de telefoon die je kunnen koppelen, kunnen we heel makkelijk hiermee de telefoon opnemen. En hiermee kun je heel makkelijk via de spraakbediening werken. Nou, als we verder gaan naar het dashboard en we zien bij de teller, zien we linksaan hier de toerentel. En hierboven de kleine meter links voor de brandstof en rechts is voor de motortemperatuur. En hier rechts voor de snelheid. Nou, er zijn een aantal lampjes die nu branden, waaronder de handrem. Deze auto staat op de handrem. De gordel is niet om en we staan stil, we rijden uiteraard niet. En aan de linkerkant kan ik zien dat de verlichting aanstaat en ook dat de dode hoeksensor geactiveerd is. Hier in het display zie ik bovenaan, dit is een automaat waar we in rijden. En dan geeft hij bovenaan in welke stand van de automaat hij staat. Links, heel handig, het verkeersbordje waar ik kan aflezen hoe hard ik hier mag. In de midden staat hij nou ook op de digitale snelheidsmeter. Linksonder geeft hij aan hoeveel kilometers er zijn gereden op deze auto. En rechts de dagtellen. Hieronder zitten nog twee knopjes. Hiermee, met deze knop, kan ik uiteraard de dagtellen weer op nul zetten. En de linkerknop, als ik die indruk, dan geeft de auto een check aan. Hij geeft aan wanneer hij weer voor onderhoud moet. Zoveel kilometers of zoveel maanden. En daarna geeft hij ook aan dat er geen storingen zit in de auto. En ook dat de bandenspanning allemaal nog in orde is. Nou, kan het display kan ik ook andere informatie zien. Dan ga ik eventjes via de linkerkant, via de richtingenwijzer, aan die knop geef ik eigenlijk een tikje. En dan zie ik ook dat ik andere dingen kunt zien. Bijvoorbeeld een kompas kan ik zien. Nou, deze auto is nog voorzien van adaptieve cruise control, dus ik kan ook hiermee de afstand zien. Nou, dan zien we hier nog een hele makkelijk overzicht. Daarmee geef ik aan, of daar geeft hij aan hoe wat de snelheid, gemiddelde snelheid die gereden is. Wat is het gemiddeld verbruik wat de auto heeft gedaan. En ook hoeveel kilometers ik heb gereden. Nou, daar zijn er twee van. Eén kun je bijvoorbeeld zeggen van die hou ik altijd aan. En de andere wissel ik bijvoorbeeld, zet ik op nul bij elke tankbeurt. Het resetten daarvan gebeurt met deze knop hier op de zijkant. Ik kan ook kiezen voor een totaaloverzichtpagina. Daarin geeft hij aan hoeveel kilometers ik kan rijden op de tank, waar het huidige verbruik is. En ook bij een start-stop systeem geeft hij ook aan hoeveel minuten en seconden de auto al uit is. Aan de rechterkant bevindt zich een helft voor de ruitenwissers. De achteruitwisser bedien ik eigenlijk met het kleine stukje. Daarmee kan ik hem naast daar nu op uit. Dan kan ik op interval zetten of ik kan hem aanzetten. En de grote ruitenwisser kan ik hiermee omhoog zetten in verschillende standen. Of de automatisch via de regensensor. Handig is om ook één keer naar beneden te doen, bijvoorbeeld als het mistig is. En hiermee kan ik de interval nog instellen. Wat ook een hele leuke tip is trouwens, is wanneer je de auto aan het schoonmaken bent. Zul je merken dat de ruitenwissers niet helemaal goed omhoog kunnen met de motorkap. Wanneer de auto in de auto zit en je zal hem eventjes, als je de auto uitzet, één keer omhoog doen. Zul je zien dat de ruitenwissers stoppen eigenlijk als ze omhoog zijn, in het midden van het raam. Zodat je ze heel makkelijk kunt uitklappen. En dat werkt als volgt. Ik druk de auto uit. En daarna doe ik de richtingenwijzer. Tik ik even naar beneden. En dan zie ik dat mijn ruitenwissers op deze positie blijven. En dan kan ik ze heel makkelijk omhoog doen. Om het raam mooi schoon te maken. En als dit is gebeurd, klik je gewoon één keer naar beneden. En ze gaan weer terug naar waar ze horen. Als de auto uitstaat natuurlijk. Nou, dan ben ik nu aanbeland bij de stoelen van de auto. Deze auto is voorzien van eigenlijk de meest luxe stoelen. Die zijn dus bekleed met leer. Hij is natuurlijk ook met stof verkrijgbaar. Dit is ook de ergonomische comfortstoel. Waarbij het gedeelte ook uit te schuiven is. Waardoor je een lang zitgedeelte krijgt. Hij is mee kantelbaar. In deze geval is het elektrisch. De rugleuning kunt u hiermee bedienen. En hier nog de lendensteun. Nou, de ergonomische comfortstoel is echt een stoel die erg veel comfort biedt. Verschillende standen kun je daarmee instellen. Dus zeker als je een goede zitpositie of bijvoorbeeld last van je rug krijgt, is deze stoel echt aan te raden. Nou, zoals ik al zei, is deze dus van leder bekleed. Hiermee is ook nog een geheugenfunctie, waarbij je dus heel makkelijk een stand 1 en stand 2 kunt instellen. Dat doe je als volgt. Je hebt de stand ingesteld zoals je graag wil zitten. Daarna hou je de memory knop ingedrukt en daarna 1 of 2. Als je een piepje hoort, dan staat hij op die voorkeur.
Nou, verder is ook met ledenbekleding altijd zo, als je dat via Open natuurlijk bestelt, dat er automatisch ook stoelverwarming in zit. Nou, dit is dus de meest luxe stoel en die heeft naast stoelverwarming ook nog stoelverkoeling. Het starten van de auto gaat via de startknop, althans deze heeft dus een keyless entry, anders heb je dus gewoon voor de sleutel. Dat werkt ook als volgt: ik indruk, dan start de auto. Moet ik uiteraard wel het rempedaal indrukken. In dit geval is het ook een automaat. Maar wanneer ik zeg van ik wil hem op contact, dan hou ik geen enkel pedaal ingedrukt en druk ik één keer, dan gaat hij op contact. Hou er dan wel rekening mee dat hij wel na een aantal seconden ook weer uitgaat in verband met de accubesparing. Nou, dan zijn we nu aanbeland bij het navigatiesysteem van de Opel Granit X. Standaard is de Opel Granit X voorzien van een standaard multimedia systeem. Die is 1 inch kleiner dan dit scherm en die heeft alleen de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Nou, hoe dat werkt, hoe Apple CarPlay en Android Auto werkt, hebben we ook een leuke video van gemaakt. Ik zal hem ook hier linken hierboven, zodat je die ook altijd kunt bekijken. Dit is dus voorzien van het uitgebreide systeem. We zijn nu aangebeland bij de radiozenders. Heel makkelijk wat je kunt doen is dat je via lijst gaat. Dat je al je favoriete de radiozenders heeft gevonden die hier heeft gevonden in deze regio. Wanneer ik zeg van ik bijvoorbeeld een radiozender die wil ik graag opstaan met favorieten, hou ik het nummer ingedrukt en zo sla ik hem daarmee op. Als ik op frequentie druk, kan ik uiteraard ook op de ouderwetse manier kan ik zoeken naar radiozenders en band. Dan kan ik dus wisselen naar DAB, AM of FM. Rechtsboven bevindt zich bronnen. Kan ik heel makkelijk weer naar USB, Bluetooth of via de iPod. Hieronder zitten nog meer handige knoppen. Bijvoorbeeld voor navigatie. Dan ga ik gewoon naar het navigatiesysteem. Wanneer je een nieuwe Granit aanschaft, krijg je dus 5 jaar lang krijg je dus gratis een update elk kwartaal. Dat kun je dus krijgen via je My Opel account. Wanneer ik op navigatie klik, dan verschijnt hier het kaartje. Een route kan ik heel makkelijk invoeren door middel van op zoeken te drukken. En hierboven kan ik het adres intypen. Nou, je hoeft daarbij niet eerst de plaats en dan het adres en dan het huisnummer. Je kunt heel makkelijk eigenlijk al gelijk al een straat invoeren en hij zoekt de dichtstbijzijnde, zoekt hij dan op. Nou, wanneer ik een aanklik, druk ik op links onder op het vinkje om hem te activeren. Nou, de eerste keer geeft hij uiteraard aan dat je een verkeersregel moet houden en dan wordt de route berekend. Heel makkelijk is hier te zien van start naar finish, dus hoe lang je eigenlijk erover nog over doet. En rechtsboven zie je dus de aantal kilometers en de tijd, verwachte tijd qua aankomst. Nou, deze is vooral natuurlijk heel handig met vakanties, als de kinderen vragen nou, hoe lang duurt het nog, zijn we er al bijna. Je kan heel mooi zeggen van nou, bekijk het hier. Je kunt precies zien van hoe lang het ongeveer nog duurt. Nou, wil ik de route er weer uithalen, dan druk ik op menu. En dan verschijnt hieronder ook navigatie stoppen. En dan is hij er weer uit. De telefoon, via de Bluetooth kun je hem koppelen. Heel makkelijk, als je op Bluetooth zoeken klikt, je telefoon de Bluetooth ook aanstaat, dan zoekt u hem ook op. De makkelijkste manier is eigenlijk om via telefoon te doen. He, dus de eerste op deze knop te drukken en dan even met je telefoon in instellingen Bluetooth, staat hij onderaan, staat dan ook de Opel Granit X en dan kun je hem heel makkelijk mee koppelen. En als hij gekoppeld is, dan zie je dus alle gegevens, adressen, telefoonboek, neemt hij allemaal mooi over. De binnenste knop is hiermee harder en zachter. Of je kunt hem op mute zetten. Daar is deze knop ook voor. Aan de rechterkant hebben we hier nog de knop set. Daar kun je dus profielen aanmaken. Dus ieder zijn eigen voorkeurszenders of voorkeurinstelling bedoel ik eigenlijk. En hiermee kun je ook nog het scherm uitzetten. Wanneer je één knop weer aandrukt of je één tikje geeft, dan gaat hij weer aan. Nou, ideaal bijvoorbeeld als je 's nachts rijdt en zegt van ik vind het wat te fel. De verlichting van het navigatiesysteem. De één laatste knop is de mogelijkheid door Apple CarPlay en Android Auto. En daar heb ik ook meer video's van gemaakt. Ik zal hierboven even linken, zodat je die ook kunt bekijken. Nou, als ik op de laatste knop druk, op de knop van met het auto erop, dan geeft hij dus alle instellingen van de auto geeft hij dan aan. Nou, je kunt zo kijken waar je naartoe wilt. Stel je bijvoorbeeld, je wilde even kijken bij de beveiliging van de auto. En je klikt erop. Nou, hier zijn dus de mogelijkheden daarvan. Weet je niet wat het inhoudt, druk je op het i'tje. En dan geeft heel makkelijk de middel van illustratie aan wat ermee bedoeld wordt. Nou, wat ook nog een hele mooie tip is wanneer je met 3 vingers op het scherm tikt, je een hele mooie overzichtpagina krijgt. Met sneltoets naar radionavigatie, airco, telefoon, de apps dus, de Android Auto, Apple CarPlay en gewoon naar de instellingen. Dus je kunt heel makkelijk zo klik en dan bijvoorbeeld de navigatie. Nou, dan ga ik nu de achteruitcamera laten zien. En dat doe ik dus als ik hem achteruit zet. Dit is een geval, is dit een automaat, maar handgeschakeld, dan werkt natuurlijk hetzelfde. Zie ik hier het scherm. Dit is een 360 graden camera. Dus dat betekent dat ik hier mooi zie wat er achter mij zich bevindt. Die lijnen, dat is eigenlijk mijn stuurlijn. Dus waar ik ongeveer uitgaat. En rood is eigenlijk nadat hij eigenlijk dichtbij komt. Hier zie ik heel mooi de achterbumper. Nou, wanneer je een trekker plaatst, dan komt hij tegen een drooilijn aan. Dus dan is het mooi
kun je precies zien hoe ver je nog kan. Dit is echt, vind ik echt heel handig. Daar zie ik dus precies als ik achteruit inparkeer, staat de auto mooi recht. Dus daar kan ik echt heel makkelijk mee inparkeren achteruit. En ik kan hier nog mee, als ik hier aan de linkerkant klik, kan ik hier nog verschillende andere weergaven doen. Ik kan een ingezoomde weergave doen. Dus er nog even dichterbij kan kijken. Een superhandige 180 graden view. Kan ik precies zien wat er rechts of links van mij nog iets aankomt. Dan sta je weer een drukke weg in parkeer of weer een drukke weg in gaan. Kun je precies zien van hey, komt er ook een auto aan. Echt heel handig. En de standweergave. Nou, ik zei al, deze is dus voorzien van een 360 graden camera. Wanneer ik hem nou in de vooruit zet, dan zie ik precies hier wat er voor mij zit. Nou, wanneer je dus alleen een achteruitrijcamera bestelt, dus een standaard achteruitrijcamera, dan heb je dus niet deze weergave en ook niet die 180 graden view. Maar alleen dit scherm, wat dan iets groter is. Alarmlichten kun je hiermee bedienen. Hiermee kun je de deuren vergrendelen. Die staat standaard ingesteld automatisch. Dat betekent dat als je wegrijdt dat de deuren automatisch gaan vergrendelen. Wil je het eraf hebben, hou je deze knop ingedrukt. Net zolang tot je een melding krijgt dat erop of eraf is. Een piepje hoor je. En dan kun je precies in display kun je dan zien of die uitgeschakeld is of niet. Nou, en hieronder bevindt zich het kachelsysteem. Er zijn drie grote knoppen. De linkerknop is uiteraard voor de linkerkant. Daarmee kan ik dus de temperatuur instellen. En de rechterknop voor de andere kant om die temperatuur ook in te stellen. Hier in het midden kan ik op klikken dat die automatisch gaat. Dus dat die automatische luchtverdeling dan ook doet. Maar als ik eraan draai, dan kan ik ook zeggen van ik wil de aanjager wat harder of zachter zetten. Hieronder zijn nog een aantal knopjes. Nou, deze auto is voorzien van stoelverwarming en stoelverkoeling. De verwarming ben je hier. Standaard drie knopjes. Naar 2, 1 of uit. En de verkoeling hetzelfde. Deze knop is dus heel makkelijk om het voorraam weer schoon te krijgen. Dan blaas je dus mooi de ontwazemt die dat allemaal heel mooi en snel. En deze is voor de achteruitverwarming. Nou, deze auto is ook voorzien van het vooruitverwarming. Dat is natuurlijk echt super dat er ook op kan. Hoef je niet meer te krabben. Daar is deze knop voor. En deze dat de lucht in de auto rondcirculeert. Nou, waar het verzeer om gewoon de knop automatisch in te stellen. En naar links en rechts gewoon in te stellen van hoe de temperatuur dan, hoe je die wilt hebben. Airco kun je hier nog aan en uit mee zetten. Nou, en hieronder het kachelsysteem, daar bevindt zich ook nog de USB-aansluiting. Die zit daar verstopt. En daar nog de 12 volt aansluiting. Nou, en daaronder vinden ze nog knopjes voor de veiligheidssystemen. Traction control, nou, dat staat standaard aan. Kun je daar nog mee uitzetten, puur voor noodgevallen. Nou, dit is meer voor de werkplaats. Lane keep assist, dat is deze knop. Dat wil zeggen van als je een beetje richting de berm zou rijden of richting een streep, dan dat hij die auto tegenstuurt. Kun je hier aan of uit me zetten. Op de snelweg is het trouwens zo, wanneer je de richtingaanwijzer aanzet, dat die automatisch ook uitgeschakeld wordt. Dus dan doet hij het ook niet. Stop-start systeem kun je hier nog mee aan of uitzetten. En de parkeersensoren. Let op bij parkeersensoren, als je die uitschakelt, dat betekent dat het lampje ook uit is. Dan moet je hem de volgende keer bij het inschakelen wel even aanzetten. Hij zal niet automatisch weer aangaan wanneer de auto start. De handrem die bevindt zich hier, is een elektronische handrem die automatisch ook aangaat wanneer je de auto uitzet. Nou, weer bijvoorbeeld, zij bijvoorbeeld ergens geparkeerd, weer hem zelf aan, trek je hier remtjes aan het hendeltje en hij gaat op de handrem. Je kunt hem dan nog een keer doen omdat hij echt op de hoogste stand staat en weer hem eraf hebben. Hou je de voetrem ingedrukt en je drukt het knopje naar beneden. Of het allermooiste is om gewoon weg te rijden en hij gaat automatisch gaat hij er weer vanaf. Nou, de binnenspiegel die is automatisch dimmend. Zit daar een sensor. Dus als er iemand achterrijdt met felle lampen, dan wordt die automatisch donker. Nou, hier bevindt zich ook nog mooie opbergruimte. Armsteun, die kun je ook nog naar voren toe schuiven. Zodat hij ook mooi wat langer ook wordt. En hij kan ook nog open, waardoor je heel mooi wat ruimte krijgt. Kan zelfs een 1,5 liter fles kan erin. Nou, als we bovenin kijken in het hemel, dan zien we daar nog de knopjes voor de verlichting. Hiermee kan ik dus de verlichting aanzetten. Hiermee kan ik dus instellen van als de deur open gaat, dat de verlichting weer automatisch aangaat. En dit knopje is nog voor als er een panoramadak bij besteld is. En dat is in deze auto zo. Dan kun je daarmee nog de zonnewering kun je daarmee dicht doen. En dat werkt als volgt. En wanneer ik het knopje loslaat, of ik hou hem iets tegen, dan stopt hij daar ook. Dus je kan hem op verschillende standen kun je dat ook instellen. Maar als je hem helemaal door tot het einde doet, dan hebben ze geen last van de zon eventueel achterin. En uiteraard zo gaat hij weer open. Nou, dan zijn we achteraan beland. Daar bevindt zich uiteraard ook de knop voor de achterramen per raam te bedienen. Kinderslot kan er uiteraard ook op. Kun je met de sleutel, die zit in de keyless entry als je die hebt, of een iets ander apparaat, kun je hiermee ook heel makkelijk de auto op kinderslot zetten. Naar de achterbank,
ook voorzien van Isofix aansluitingen. Waar je heel makkelijk ook een kinderzitje er kunt bevestigen. En als we hier gaan kijken, zien we achter ook nog de luchtroosters voor achterin. En nog stoelverwarming. Deze auto is ook voorzien van stoelverwarming. Dan heb je stoelverwarming voor en ook achter. Ook ideaal. En in het midden nog een USB aansluiting voor de passagiers achter. Nou, achter bevindt zich ook nog een armsteun met bekerhouder. Ook super makkelijk. En terug van weg geweest, een skiluik. En als je die open bent, kun je heel makkelijk bij de kofferruimte komen. Nou, ook de achterbank kunnen heel makkelijk nog platgeklapt worden. Dat doe je hiermee. En je hebt hem in één handeling heb je hem plat, net zoals de kofferruimte. Als je hem weer terug doet, zorg ervoor dat de gordel even naar de kant gaat, dat hij er niet tussen komt. Nou, we zijn nu bij de kofferruimte achter beland. Daar bevindt zich dus deze plank die ook nog één etage naar beneden kan, waardoor je nog diepere kofferruimte krijgt. Wat heel makkelijk is als je hem omhoog wil doen, er zitten hier van die klemmetjes, waardoor die heel mooi klemt en je handen mooi vrij zijn. Hieronder, daar bevindt zich bij sommige auto's het reservewiel of de bandenreparatiekit in dit geval. Maar deze auto is voorzien van het Denon Premium Sound System. Ik heb er ook een video van gemaakt, zal ik ook even linken hierbovenin. En daar bevindt zich dus hier een subwoofer. Met ook nog ruimte daarnaast voor wat spulletjes. Wat ook handig is, zijn deze knoppen aan de zijkant, het flexfold systeem. Wanneer ik deze indruk, klapt de bank plat en dan kan ik heel mooi, zonder dat ik eerst naar voren moet, spullen kwijt. Hier bevindt zich nog een 12 volt aansluiting. En deze hoedenplank, die kun je ook heel makkelijk nog verwijderen als je zegt van er moeten wat hogere dingen nog in. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik je een duidelijke en heldere uitleg heb gegeven over het interieur van de Opel Granit X. Bekijk ook de video over het exterieur van de Granit X. En als er vragen zijn over deze of andere video's, stel ze eronder en ik help je natuurlijk ook helemaal graag. Mijn naam is Hendrik Liewers van Opel Dealer Liewers in Rodem. En ik zie je graag de volgende keer weer. Tot ziens!